Um, we kunnen er niet omheen. Het afgelopen jaar was stikstof uh, bovenop alle agenda's. En uh, hier is we heel, heel bijzonder in Ede. Want je roept het al jaren. Um, kun jij de problematiek rondom de stikstofproblematiek, eigenlijk hier in Ede is schetsen. Van wat is dat nou? Achter jou, Jan, hangt een uh, prachtig plaat. Uh, ik denk dat die uh, hier in Ede is gemaakt. Ja, klopt. Uh, en uh, dat is denk ik op de Hoge Veluwe gebeurd. Ja. En de Hoge Veluwe is al eeuwenlang een uh, gebied in Nederland. Uh, wat bij ons voor zo'n, nou ja, onze gemeente, de gemeente Ede, bestaat al denk ik voor zo'n uh, ruim de helft uit de Hoge Veluwe het landschapstype van de Hoge ja. Veluwe. En dat is de plek in Nederland met de meeste uh, diersoorten, bloemensoorten, insectensoorten. Uh, en dat noemen ze met een chic woord habitat. Uh, en daar zijn in Europa al jaren geleden, in 2000, uh, zijn er afspraken gemaakt over dat we die diersoorten, die plantsoorten willen beschermen. Omdat al toen ik geboren werd, uh, de Club van Rome waarschuwde voor het... Letterlijk opbranden van onze aarde. En we zijn nu 40 jaar verder, want ik ben dit jaar 40 jaar geworden. En uh, je ziet dat het dus uh, niet zo goed gaat met onze biodiversiteit. En dat die habitat uh, niet uh, beschermd zijn, maar juist meer soorten sterven. En we weten eigenlijk dat ook al zouden we nu stoppen per direct met stikstofuitstoot, we eigenlijk al de helft van alle diersoorten zullen gaan verliezen die we weten, die nu op de Hoge Veluwe leven. En uh, dat heeft alles te maken met uh, het stofje, stikstof onder andere. En dat is een stofje wat vrijkomt voor een groot deel... uit gewoon natuurlijke processen, namelijk uit poep, <laughs> ammoniak. Dus de veehouderij. Uh, en het komt uit verbranding vrij. Uh, dat zijn um, uh, de kachels, auto's, industrie, uh, machines. En uh, die verzuren... Het is eigenlijk een meststof, maar die verzuren de bodem. En op de Veluwe heb je veel zand. Dat is arme grond noem je dat. Er zit weinig voedingsstof in. En als je daar heel veel voeding in stopt, dan krijgt de natuur als het ware obesitas. En dan krijg je heel veel andere soorten die daar gaan groeien. En dan nou zou je zeggen: Nou, dat is natuurlijk helemaal niet zo erg, want er zijn van alle eeuwen hè, dat er andere. Uh, Klimaatgebieden uh, 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 zijn. Maar het gaat nu zo snel. Okay, normaal zou het zo gaan: hè? als je gewoon de beweging volgt van een golf op en neer, dus de sterven diersoorten uit te komen, diersoorten terug. Mm -hmm. Maar sinds de industriële revolutie doen we dit. Dus de amplitude is, is naar enorm naar beneden geschoten. En als we daar niet iets aan gaan doen, dan verstoren wij de circle of life. Want zoals je wellicht bij biologie hebt geleerd. Uh, hebben we natuurlijk de bodem, daar begint het mee, het water, de elementen. Dan uh, groeien daar uh, grassen op, uh, vervolgens komen daar diertjes op. En die diertjes worden weer gegeten door andere diertjes, et cetera, et cetera. En als je daar dus steentjes uittrekt, dan brengen we uiteindelijk ons eigen soort de mensheid in gevaar. En Ede als geen andere gemeente in Nederland heeft daar natuurlijk heel veel... Uh, Last van. We zitten als een canaripietje in de kolenmijn, midden op de Hoge Veluwe, en wisten dit al jaren.